Koffietijd wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Vandaag zoeken deze lieve, wollige baby's een nieuw thuis. Onze dierenarts Martin geeft er meteen de beste verzorgingstips bij. Heidi krijgt een grote mate metamorfose van styliste Karin Magielsen. En vandaag is mijn medepresentator wel een hele bijzondere. De weledele heer Wijdbeens. Dit is Koffietijd van woensdag 1 september. Nu de dag weer is begonnen, is het even tijd. Voor een heel speciaal momentje voor jezelf. Laat de koffie nu maar komen, schuif er lekker aan. Eventjes weer wat gezelligheid. Het is zit er alweer. Ja, heel goed gedaan. Goedemorgen, welkom. Daar zijn we weer. Ik heb er even voor, we gaan beginnen. In plaats van een bloemetje. Ik denk, ik neem toch iets voor een je courgette. Mee. Ja, vind je het origineel? Ja, dat heel zo leuk. Wil je ook. En we gaan zo meteen de keuken in. We gaan lekkere dingen maken. Heel decoratief ook. Die Kasper, die heeft een paar dingen in zijn hoofd zitten. Ja. Maar goed, daar gaat het helemaal niet over natuurlijk. Daar gaat het eigenlijk over. Is Hans er niet? Hans van de Top? Nee, Hans van Willigenburg. Oh, van Wittgenburg. Die is er ook niet. Hans van de Tocht is er niet en Hans van Willigenburg ook niet. Oh, komt er niet? Quinty is er niet. Oh, ik kijk niet elke avond of elke ochtend. Nee, okay. Nee. Maar ik ben ontzettend blij dat u er bent. Zo is het. Ik ben in plaats van Quinty. Ja. Waarom eigenlijk? Quinty had wat anders te doen. Quinty moest eigen huis en tuin doen vandaag. Dat wil je ook niet missen, want zaterdag kijken we weer natuurlijk. Daar kijkt u wel alle zaterdagavonden naar. Leuke tips. Dat is altijd leuk voor het interieur, leuk veranderen. Dat vind ik altijd leuk. Ideetjes op kaarsje hier. Maar u gaat nu deze uitzending... Oh, dat is Kasper. U gaat nu deze uitzending mee presenteren. Ja, ik ben al druk bezig. Ja, ik heb het wel in de gaten. Maar ik dacht dat u verslaggever was. U bent toch reporter eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Maar ook een bemoeial, hè? Ja. Verslaggever en bemoeial, dat gaat samen. Heeft u wel eens een programma gepresenteerd zo? Koffietijd? Nee, sowieso een programma echt gepresenteerd. Ja, ik heb Koffietijd mede gepresenteerd. Years ago nog. Oh ja? Ja, heb ik ook twee keer mee mogen presenteren. Het is vertrouwd terrein eigenlijk dit. Ik heb de oude Koffietijd gedaan. Ja. Nee, niet als Wijdbeens, als iemand anders. Oh. Als André van Duin was ik toen nog. Mijn jonge jaren. Ja, oké. Zullen we maar beginnen? Is jou iets opgevallen in het nieuws, wij vragen? Nou, ik had zoiets leuks. Dat zag ik op voorpagina al. Dat vond ik zo schattig. Er was een ongelukje gebeurd met een boot. De ene boot was over de andere boot heen gevaren. Maar er zat ook nog een hondje in de boot. En die zie je zo leuk op de foto. Een brandweerman die haalt het hondje. En dat hondje kijkt zo leuk naar buiten. Kijk, hoe leuk niet naar buiten kijken. Ja. Staat er ook pootje voor de redder. Pootje voor de redder? Dat vond ik ook zo. Ik denk, nou, dat is nou een leuk begin, hè? Dat is een goed begin van de dag. De redding is daar. Ja. Nou, ik heb ook iets gelezen in de krant. Ik weet niet of het een heel goed begin van de dag is. Wij lazen vanochtend dat het steeds vaker voorkomt dat ouders hun kinderen een soort van slaappilletje geven voor het slapen gaan. Slaappil? Ja, om makkelijker in slaap te vallen. Er zit dan de stof melatonine in. En die stof die is goedkoop te krijgen bij de drogist in pilletjes, ook in een lage dosering. Maar het is een beetje gewoon een leuk verhaaltje. Kinderen vallen toch in slaap van een verhaaltje of zo? Ja, exact. Dat is wat wij eigenlijk ook dachten. Ik ben niet zo van, dus we hebben nu ook aan niet de van medicijnen. Ik gebruik van alles, maar ik ben er niet voor. Nee, ja. Wat gebruik je? Of wat niet, wat er is. Als het in de mode is en de kleur me bevalt. Oké. We gaan nu eventjes. We hebben aan de telefoon slaaparts Sebastiaan Overheem van het slaapcentrum Kempenhaag. Ja, bent u wakker? Dokter Overheem. Goedemorgen. Nou, hij schrikt wakker, denk ik. meneer Wijdbeens en ik, wij schrokken ons een hoedje vanochtend toen we dit bericht lazen. Hoedje? Ja. Ik denk even hoedje. Ja. Komt het nou vaak voor dat ouders hun kinderen inderdaad een slaappil met melatonine geven voor het slapen gaan? Nou, hoe vaak het precies voorkomt, weet ik eigenlijk niet. We komen het wel vaak tegen. Er zijn ook steeds meer volwassenen die van de drogist verkrijgbare melatonine in huis hebben. Dus het zal me inderdaad niet verbazen als dat vaker voorkomt. Oh. Alleen omdat het vrij verkrijgbaar is, hebben we er eigenlijk heel weinig zicht op hoeveel het nou precies is. Ja. Nou is melatonine toch een stof die je zelf aanmaakt, hè, in je lichaam om zeg maar dat slaap- en waakritme te krijgen. Ja, dat klopt. Melatonine is een hormoon en dat wordt in de hersenen gemaakt inderdaad om allerlei lichaamsritmes te regelen. Het is het hormoon van de biologische klok en het slaap-waakritme is er daar een van. Ja. Maar zitten er dan risico's aan het gebruik van melatonine? Ja. Nou, in die lage dosering waarin het vrij verkrijgbaar is, heeft het op korte termijn heel weinig bijwerkingen. En daardoor lijkt het risicoloos.
Op lange termijn zijn we er toch niet heel gelukkig mee. Bijvoorbeeld als je het bij kinderen gebruikt, wat je dan nog wel eens ziet, en dat staat ook in het krantenbericht, is dat kinderen uiteindelijk zo gewend zijn aan dat pilletje dat ze niet meer zonder willen slapen. Ja. Dat is natuurlijk een vervelende situatie. En omdat het hormoon van de biologische klok is, is er ook een kans dat langdurig gebruik ook die biologische klok gaat beïnvloeden. Verstoren misschien. En soms zelfs slaapproblemen zelfs groter kan maken. Ja. Dus het is zeker niet onschuldig. Nou, had meneer Wijdbeens net een hele goed alternatief. Ja. Wilt u hem nog eens vertellen? Het ouderwetse verhaaltje vertellen, dachten wij gewoon. De kinderen om je slaap te brengen, vertel dat verhaaltje, dan langzaam soezen ze weg. Nee, dat is inderdaad een uitstekende suggestie. Misschien iets wat minder geactiveerd en luid als meneer Wijdbeens. Maar laat ik zeggen, de normale opvoedkundige rituelen rond het inslapen, een vaste tijdstip, een vast ritueel waar een verhaaltje inderdaad heel goed bij past. Ja. Is gelukkig bij de meeste kinderen met inslaapproblemen voldoende. Goed. Soms is het heel erg lastig en dan moet je nog even doorzetten. Maar pillen is pas veel later aan de orde. Nou, en een klein pantrootje wil ook wel eens helpen. Ja, pantrootje. Precies, ja. Nou, ja, dat. Ja, ik bedoel voor degene die naast het bed zit. Ja, die dus een dommel die al eerder dommelt ook mee. Dommel je samen. Ja, okay. Ziet slapen, doet slapen. Dokter Overeem, dank u wel. Oké, graag gedaan. Dag. Dag. Nou, een stuk wijzer. Ja. Toch? Gewoon weer voorlezen. Ja, gewoon voorlezen. Het oude beproefde recept. Het is zo simpel eigenlijk. Ja, het is zo simpel. Tuurlijk. Maar goed. Meneer Wijdbeens, bent u een beetje handig in de keuken? Ja, verbouwen. Nee, koken. Oh, koken. Ja, ik kook. Nou, ik kook wel. Ja, ik kook wel, maar ik ben niet handig. Het wordt meestal, aan het koken, maar het eindresultaat is nooit zo. Dat je zegt van, nou, zullen we het morgen weer nemen. Casper kan heel erg lekker koken. Is Casper ook zo? Casper heeft net koffie van gekregen. Ja, en dan gaat hij ons vertellen, of in ieder geval u vertellen. Moet ik nou de hele uitzending u tegen u zeggen? U heet toch, mag ik niet gewoon drie? Oh, Jan. Ik dacht Driekes. Driekes? Ja, Driekes. Nou, daar heb ik liever niet over. Die hebben een beetje gestoten uit de familie. En dat, mag ik Jan zeggen? Dat, of binnenkort niet hebben we een familie-diner en dan proberen we dat weer bij elkaar te krijgen. Maar daar hebben we het liever niet over. Okay. Dat is niet erg, over Driekes. Maar ik ben Jan. Ik weet niet hoe ik hem kom. Jan, mag ik Jan zeggen? Ja, ik heet Jan, dus dat komt goed uit. Okay. Ja. Jan, wil jij dan eventjes naar Casper gaan? Casper, ja, oké. Okay. Gaat hij ons wat vertellen over, ga ik naar Casper over koken voor kinderen en zo? Koken voor kinderen? Patat. Patat. Oh, ja. Yes. Patat. Kom er maar bij. Patat. Kom maar. Hallo, Casper. Hi. Nou, koken voor kinderen. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Dat wordt natuurlijk patat. Ja, of taart. Of taart natuurlijk. Of pannenkoeken. Maar het wordt patat waarschijnlijk. Laten we beginnen met een schortje. Okay. Hey, dat is wel belangrijk. Over mij ook gaan helpen ook helemaal. Ja, want we moeten even wat kersen schoonmaken. En dan kan je aardig vies worden. Dus ik pak je even goed in. Patat met kersen, is dat een smakelijke combinatie? Patat met kersen. Nee, we gaan een soort eigen soort pannenkoek maken. We gaan namelijk een clafoutie maken. Een? Clafoutie. Pardon? Clafoutie. Clafoutie. Dat is Frans waarschijnlijk. Dat is Frans en dat is een heel klassiek gerecht. Het is eigenlijk een soort oude Franse taart. Ja. Heel simpel om te maken. Daarom is het ook. Daarom hebben ze mij gevraagd. Nou, ja, precies. Het kan absoluut niet mislukken. Dus als u vast even begint met het ontpitten van de kersen. Nou, dat hoef je niet natuurlijk met een mesje te doen of met je handen. Daar hebben we een speciaal apparaatje voor. Ik krijg weer het lullige werk, zeg maar. Ja, toch. Ik ben omdat je zegt, gaat leuk helpen met koken, maar dat valt helemaal niet. Nee, ja. Gewoon straks gaan we het afmaken. Oh ja. Kersje eronder. Ja. En je duwt zo de pit eruit. Is dat echt waar? Ja, super, super handig. Waar is de pit? Oh, die ligt hier. Die ligt daar. Oh, die schiet. God, wat door is dat. Kijk. Nou ja, ongeveer het hele. Ja. Maakt niet uit zo, wat een handig apparaat. Nooit gezien. Toch? Super handig. Ja, nou, perfect. Is er was toen. Hij is eruit. Hij vloog daarheen. Oh. Ja. Mm. Nou ja, wat zijn hiervan de belangrijkste ingrediënten? Want dat moeten we ook nog even weten. Kijk, dat gaat goed zo. We hebben de kersen. Mm-hmm. We hebben eieren. Hebben we er ook voor nodig? Eieren en kersen. Eitje. Melk. Bloem en poedersuiker. Pas op het pakken. Maar er komt nog heel wat bij kijken, dus. Ja, zeker weten. En dat gaat straks even in de oven. Laat ik straks allemaal zien. Ja, dat gaat goed zo, denk ik. Gaat heel goed, hè? We moeten even tijd hebben. Ik hoop dat we het redden in een uurtje. En het mooie is, je krijgt het ook niet meer van je handen af straks. Oh. Nou ja, daar heb Loretta last van, ik niet. Dus Loretta de probleem. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat gaat goed zo. Ja, ga ik vast even de eitjes op toppen. Ja. Geweldig. Alleen dit is voor de kinderen ook leuk om te doen natuurlijk. Ja, toch? De hele keuken zit onder, maar het is natuurlijk wel lachen met z'n allen. Ja, en je kan die taart maken met kersen, maar ook met appels, persica, abrikozen. Kijk hoe ver je kersen schiet, hoe ver je ermee kan komen. Dat is voor kinderen natuurlijk
top. Ja. Hij moet naar buiten, door het raam. Pieter, kom er aan, Loretta. Ik ben blij dat ik het niet schoon te maken. Werk. Geweldig werk. Ik heb dat nog nooit gezien, zo'n keer zo'n Pieter. Nou, ja, weer wat geleerd ook vandaag weer. Ook vandaag in Koffietijd weer een metamorfose. En deze keer een grote mate metamorfose. Aangeschoven is grote mate stylist Karin Magielsen. Karin, goedemorgen. Welkom. Is het nou heel anders om iemand met een grotere maat te kleden, te stylen, dan iemand met een gangbare maat? Ja, het is absoluut anders. Je hebt te maken met verschillende maatverhoudingen. Dat houdt dus in, zeg maar, dat de ene vrouw heeft meer volume om de heupen en de andere heeft meer om de boezem. Dus ieder figuur is anders. Ja, maar dat is bij de gewone maten toch? Ja, maar de verhoudingen is echt waar, echt niet standaard. De ene vrouw houdt gewoon, zeg maar, van hele strakke topjes en de andere houdt van wijde vormen. Dus het is heel moeilijk om daarin, zeg maar, een mix te vinden. Mm-hmm. En daarop ook, zeg maar, de juiste maat. Ja, ja. Maar kan je wel één standaard tip geven wat voor alle verschillende maten, types maar, geldt? Komt er wel een die, dat is begint bij goede lingerie. Ja, dat, dus, ja, dat hoor je altijd. Maar dat scheelt echt de helft. Dat scheelt vaak al een maat. Maar goede lingerie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een body die alles een beetje netjes inhoudt, op zijn plaats houdt? Maar dat begint natuurlijk ten eerste met een goede BH. Die natuurlijk de zijkanten wat smaller maakt en de boezem meer een push geven. Oh, dat moet wel? Dat moet wel, ja. Als je al flink bent? Ja, juist. Want je boezem moet, zeg maar, niet het verlengde worden van je maag. Dus het is natuurlijk dat je een beetje meer dat accent op het beste wat je in huis hebt te laten zien. Dat is natuurlijk ook een soort eye-catcher. Dat leidt af. Hey. En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon corrigerende slips. Ja. En die heb je in verschillende hoogtes. En dan moet je gewoon kijken welke het juiste bij je figuur past. Ja, verschillende hoogtes. Ja. Want met zo'n slip komt natuurlijk weer die maag er weer uit. Ja. Hè, waar we, goed, maar basis is de goeie, basis. De basis, goede lingerie. Ja. Nou, we hebben een mailtje binnengekregen van Heidi van Sluis. Heidi is 40 jaar. Ah, meneer... Nee, ja. Ik kom zo van buiten schieten. Ja, kom maar. Dit is een werk, zeg. Oh, het is wel een... helemaal onder. Dat bedoel ik. Ja, word je uitgenodigd? Zit je helemaal onder? Gelijk naar de stomerij. Ik ga mee met de make-over. Waarschijnlijk, natuurlijk. Ja. Ja. Hallo. Hallo, Karin. Karin zorgt voor de metamorfose. Oh, van Heidi? Ja, van Heidi. Heidi. Ik zag Peter net. Heidi heb ik... Nee, Heidi nog niet. Oké. Nou, gaan we vertellen over Heidi. 40 jaar, heeft 2 kinderen. Heidi? Heidi. Ze werkt als... Ja, ze werkt als medisch secretaresse. Oh. En ze heeft een probleem. Ze heeft moeite met het vinden van een leuke rokjes en jurkjes. Die wil ze zo graag dragen. Ze ziet wel vrouwen met een maatje meer die dan een leuk... Oh, maatje meer rokje. Ja, een maatje meer rokje. Mm-hmm. Maar ze weet niet hoe ze dat bij zichzelf moet doen. Ja. Wat voor model... Wikkelen. Misschien is dat wel de oplossing. Maar het is in ieder geval moeilijk voor haar om leuk een jurkje te vinden. Ja, een jurkje, ja. En wat lazen ook nog, dat ze zich wel 3 keer op een dag verkleedt soms. Ja, ja. Waarom? Ik snap dat wel. Dat is een beetje onzekerheid ook. Dan denk je weer, dit staat het niet... toch niet direct, toch weer wat anders. En dan staat het net ik even heb dit in die spiegel. Al 12 jaar aan, dus niks meer mis mee. Nou, dat is zo. Nou. Nee, is wel gekeurd. Pak zit nu een beetje aan de kerst. Nou. Gelijk een beetje over de weer. Ja hoor. Over een beetje van Jan Wijkbeet. Ja. Nou, we gaan eens even kijken hoe Heidi vanochtend binnenkwam. Ja, hoe kwam ze binnen? Ja, zo. Hoe? Zo. Zo. Oh ja. Gaan ze zo binnen? Zo kwam ze binnen. Ja, dat kan hartstikke echt. Leuk. Dat kan echt. Oh. Hartstikke leuk. Ze krijgt er een make-over. Ja. Dat moet beter worden, dus, toch? Kan het beter? Ja, zeker. Het kan absoluut beter. Wat is haar probleem? Haar probleem is dat ze, zeg maar, een peervormige figuur heeft. Dat houdt dus in dat ze vrij smal van boven is en wat breder op de heupen. Dus het probleem zit er rond de heupen, buik, billen en bovenbenen. Okay. En als je dat probleem hebt, dan is het gewoon heel moeilijk om, zeg maar, een jurkje die van boven goed zit, maar ook van onderen mooi valt, te vinden. Ja. Je had het nu over een peer, maar je hebt ook appeltjes. Je hebt appeltjes, hè? Ja. Bananen. Courgette. Courgettes. Worteltjes. Allerlei vormen. Ja. Divers. Dus je weet nu al wel wat je voor Heidi gaat doen. Ja, absoluut. Even een tipje van de sluier. Ja, het wordt een heel leuk tuniek jurkje. Dus het is een beetje tussen een jurklengte. Een uniek tuniekje. Uniek tuniek. En waarbij, zeg maar, de accenten meer op de schouders liggen. Waardoor, zeg maar, de bovenkant wat voller lijkt. Ja. En waardoor de lichaamsverhouding meer in balans is. En het gaat lukken voor €150. Echt waar? Ja, helemaal. In een uurtje?
In een uurtje. Ja, ja. En haar gaat ook nog gedaan worden. Nou, goed. We gaan het zo meteen allemaal zien. Helemaal goed. Dank. Maar het is al jaren met het probleem in een uurtje wordt opgelost. Dat is toch geweldig? Ja. Daar is koffietijd voor. Daar is koffietijd voor. Minder dan een uurtje. Maar goed. Een foto van de dag. Zullen we daarmee? Ja. Ja. Maar ik had dacht... Als alles goed gaat met Heidi, hè? Maar ja, jawel. Maar als u nou gewoon deze presentatie... Nou, kijk, Heidi die krijgt, als het goed gaat, krijgt een totale nieuwe look. Dat hebben we net al verteld. Door nieuwe kleed, nieuwe haarkapsel. En het haar wordt onder handen genomen door haar. Dus, hoe heet die topkapper? Hoe heet die? Kapper heet Editha, die zit beneden nu. En dit is Karin. Oh, nou, Karin en Editha, dus daar hebben we alle vertrouwen in. Maar soms kun je toch wel eens thuis komen met een kapperbezoek... dat je denkt van, ik zie er niet uit. Hè? Heb jij dat nooit? Je komt weer terug van kapper. Nou, loop op straat, mensen kijken naar je. Denk je, nou, ze vinden dat leuk uitzien. Ik heb er gelast van, ik draag altijd een hoedje, dus ik ga bijna nooit naar de kapper. Maar in ieder geval dat de kapper een beetje misgeknipt heeft. Nou, als je zo'n dag hebt, dat je denkt, potverdorie, mijn haar is niet leuk, heb u vandaag mazzel, want dan maakt u kans op een fiets. Als je zegt, mijn haar is niet leuk, kunt u een fiets mee winnen. Hoezo? Ja. Fotootje opsturen, hier naartoe, via de mail. En dan kijken wij wat de leukste... Dus het is eigenlijk heel simpel. Als je een fiets wil hebben, doe even... Zelf even, knip je haar even, maak er een foto van en stuur hem op. En wie weet, over een half uurtje hebben we een hartstikke mooie fiets. Mooie fiets. We hebben hem al gezien, hè? Ik heb erop gereden. We hebben hem al uitgeprobeerd, hè? Ja, top 4 versnellingen, ja. Geweldig. Nou, zometeen, de liefste baby's die je ooit gezien hebt. Nou ja, Moet waar zijn wel heel erg moeten sturen, die foto? Ja, naar koffietijd.nl. Koffietijd.nl. Ja, of gewoon naar de site gaan. Ik weet het ook. Gooi me ergens in een bus. Nee, mensen moeten toch weten waar ze mee moeten sturen. Ja, niet in de bus gooien. Niet in de bus gooien. U hoeft niet langs te komen. Maar in ieder geval... Wel via de site. Ja, via de site. Ja. Hebben ze een site? Heeft iedereen een site? Wij hebben meeste mensen tegenwoordig. Ja, maar de mensen thuis willen ook een site hebben natuurlijk. Maar in ieder geval... Anders komt die foto niet. Als u er niet uitziet, stuur een foto op. Ja. Nou, daar hebben we dus die konijntjes zometeen. Konijntjes. En we hebben Edwin Smulders zometeen. En met hem gaan we bespreken wat er deze week in de bladen staat. Dus zit nog steeds te studeren in de bladen. Staat van alles in. Hij gelooft het zelf wie wat erin staat. En we hebben de eerste beelden van het nieuwe programma van André van Duin. Och, komt hij ook? Ja, en het leuke is, meneer Wijdbeen speelt in het nieuwe programma van André van Duin een hele grote rol. Niet waar? Ja. Wat leuk. Wist je dat? Nee, ik wist het niet. Ik hoorde het ook net. Ja, het is allemaal voor mij ook allemaal nieuw, hè. We gaan eruit. Dit was het eerste gedeelte. Dit is het eerste gedeelte. Klaar, volgende gedeelte. Ja, nou ja. Oh ja, nee, ik moet nog wel iets zeggen. Alle vragen en opmerkingen of voor meneer Wijdbeens kun je natuurlijk ook nog kwijt op onze site. Ja, nou ja, zo van, god, wat zit uw das goed. Of haal die kersenvlek eens van je wangen. Ja, maar ik ben druk aan het werk natuurlijk, met Casper. Ik ga zo wel met meneer Wijdbeens. Ik ga de boeren lullen werk bij Casper. Tot zo. Het is tot zo. Nou, welkom terug weer bij Koffietijd, hè, Loret? Ja. Ja, gezellig. Blij dat u er bent. En zometeen krijgen we de bladen, hoop ik, van Edwin. Is Edwin er ook? Ja, Edwin zit... Edwin is goed aan het voorbereiden. Tipke heeft hij al verteld. Ja. Oh, ik weet dingen al. Oh. Ja, maar je gelooft het niet. Je gelooft het niet. Maar je gelooft het niet. Ik geloof het nog steeds niet. Maar we gaan het wel zo meteen wereldkundig maken. Ja, hij gaat het vertellen. Ja. Nou, het is nou, je gelooft hem echt... Nou. Ik heb al te veel gezegd. Dierarts. De dierarts hebben we vandaag. Ja. Nieuwe dierarts. En het vervolg nieuwe, van... Nieuwe? Wat is het met die oude? We hebben nooit een oude gehad. Oh, je zegt een nieuwe dierarts. Ja, ik legde misschien de klemtoon verkeerd. Ja, er komt een nieuwe. Een nieuwe dierarts. Ja. En die heeft, wat heeft hij? Ja, die komt vertellen over de konijnen. Konijnen. Daar gaan we heel wat van leren. Ja. En we hebben het vervolg van Heidi's metamorfose. Ja, hoe is met Heidi? Heidi! Nou, die kan niet praten. Die ligt helemaal in het masker. Maar eerst hebben we ook nog het kunstwerk. Dat is geschilderd door Roel Hofman, hangt binnen. Ja. Daar kan nog steeds op geboden worden tot donderdagavond. Het hoogste bod op dit moment is €710. Koopje. Ja, het is een koopje. Het kan ook best hoger. Kopie. Nee, het is geen kopie. Nee, het is geen kopie. Nee. Ik bedoel, het is een kopie. Het is de moeite waard. En de opbrengst is deze week voor het Rode Kruis. Oh, Rode Kruis. Ja, voor het Rode Kruis. Heel belangrijk, Rode Kruis. Goed werk.
Ja, en dan is er nu tijd voor de dagelijkse rubriek. U weet, de webtijd, hè? Webtijd. De webtijd, de meest bijzondere filmpjes. We hebben hele leuke filmpjes gezocht. Ik mocht ook meezoeken op het internet. Het is zo leuk op het internet om te zoeken. Want ik surf normaal nog wel eens, ja? Hè? Ja, ik surf zelf ook heel veel. En in het begin viel ik er veel af. Maar naderhand, als je even volhoudt, dan gaat het toch wel goed. En hebben we een filmpje gevonden, dat is zo enig. Vooral vaders even opletten. Het gaat over een klein jongetje. Die houden van muziek. Dus van, hoe heet zij? Beyoncé. Maintenant. En dat is natuurlijk oké. Okay. Beyoncé is oké. Okay. Ja. Even kijken. Zo'n vreselijk leuk filmpje. Ik denk, wat, hoe komen ze erop? Masai, you're not a single lady, buddy. Oh, I must be made doen. Yes. Oh, yeah, you are. Yeah, you are. You're a single lady. Oh. Sorry, buddy, I was just kidding. Ja, het had wel gelijk. Het was gewoon gehoord. Geestig, hè? Ik denk, nou, dan kan ik u thuis niet onthouden. Dan moet ik even weer op kunnen. Maar nog leuk, hè? In Japan had ik die al laten zien. Nee. In Japan hebben ze een nieuwe manier van, hoe heet dat? Het wegzuigen van vet. Wegzuigen van vet. Maar dus op een beetje slank worden ook. Ja, slank worden, zeg maar. Een beetje. Maar dat is in Japan is dat een beetje duwen en trekken, zeg maar. Maar probeer dit niet thuis na te doen voor even van tevoren. Zeg er nog bij, hè? Op de plek. Mooi, hè? Dat is een ideetje voor Karin misschien, hè? Ja, we hadden hem inderdaad aan Karin moeten laten zien. Had je een peervormpje? Voor je wortel. Ondersteboven peertje. Voor je courgette. Ja, nou, geweldig, hè? Maar goed. Heb je nou zelf ook iets waarvan je denkt... Dat filmpje moet je tegen mij had. Nee. Als ik zelf ook iets heb. Als je een filmpje hebt... Ja, als je denkt, leuk filmpje, stuur aan Lorette. Stuur het naar mij. Tuurlijk. Of naar meneer Wijdbeens. Ja, en wie weet komt het filmpje. Gooi me in de bus. Komt dat wel goed. Ja. Vorig seizoen hebben we al een paar dieren via koffietijd aan een nieuw huis geholpen. Ja, ik was er niet bij, maar ik heb het gezien. Ja. En dit seizoen gaan we dat weer voortzetten. In samenwerking met de Dierenbescherming en de Nederlandse Asielen. En op veler verzoek de diertjes. Konijnen. Zijn het konijnen of zijn het haasjes? Nee, konijnen. Bij ons de gast, Herman Dulkes Dijkman. Dat is een tongtwist, hè? Herman Dulkes Dijkman. Je bent van het dierenasiel Schagen. Ja, klopt. Ja. Konijnen in het dierenasiel. Ik dacht dat er altijd alleen maar honden en katten zaten. Tja. Bij ons niet. Wij hebben alle dieren. Alle dieren vangen we op. Alles wat hulp nodig heeft, wat opvang nodig heeft, dat vangen we op. Of het een hond, een kat, een paard, een pony, een schaap, noem maar vissen. Op. Ook dat kan. Heb je een aquarium waar je maar alles in gaat? Daar zorgen we daarvoor. Als het opgevangen moet worden, dan vangen we het op. Ja. En daarna kan het doorgaan naar een adres die er betere zorg voor heeft. Maar wij vangen alles in eerste instantie op. Dan snap ik ook het bericht weer wat beter dat ik gisteren nog ergens in de krant zag staan. Dat twee dierenwinkels in Den Haag die stoppen met het verkopen van knaagdieren. Ja, en die verwijzen, verwijzen de mensen als je knaagdiertjes wil hebben naar opvangcentra. Ja, weet want wel. Er wordt natuurlijk best wel wat gedumpt aan knaagdieren in het algemeen. Ja, heel veel. Ratjes, muisjes. Ja. Ja. En vertel eens wat over deze konijnenfamilie. Deze konijnenfamilie, die zijn 5 weken geleden zijn ze gevonden. Of de moeder is dan tenminste gevonden. Die is gevonden, die liep door Hoorn heen. Oh. Vrij tam konijn. Die is naar de dierenambulance Hoorn is die naar ons toegebracht. En 2 dagen dat ze binnen was, toen heeft ze 5 jongen gekregen. Dat hoor je veel, hè, van konijnen. Ja, die schijnen het nog wel eens te doen, ja. Ongelooflijk. In het asiel, dat duurt het niet. En, wat ik zo typisch vind, is dat ze allemaal een ander kleurtje hebben. Betekent dat nu dat ze ook allemaal een andere... Het met verschillende... Nee, er is 1 vader. Sorry. Oh ja? Excuus voor de vraag. Nee, maar het is toch wel gek. Dus het grijs zit ertussen, zwart, beige. Dat is er eenmaal zo bij konijnen. Gooi het van je af. Dat is er eenmaal zo bij konijnen. Maak je er verder niet druk over, slaap je vannacht weer niet. Okay. Er zijn verschillende kleurtjes. Leuk, dat hoor je vaak. Dus bij eieren ook, heb je bruin en wit, alles door elkaar. Goed. Wat is er mis met ze? Niks mis met ze. Oh, we hebben een dier. Ze zijn vondelingen. Ze moeten een permanent onderdak hebben. Maar mogen ze al weg bij hun moeder? Vanaf 13 september mogen ze geplaatst worden. En dan zijn ze 7 weken oud en dan mogen ze bij de moeder weg.
Vanaf 13 september, dus ze zijn nu 5 weken. Ja, zoiets. Precies. Ja, een kleine 2 weken. Ja. Oh. Ja. Oké, okay. En moeder is helemaal gezond verder en de kleintjes ook allemaal. Ja. Maar mogen ze alleen? Dat zie je zo vaak, van konijnen in een hok. Nee, ze moeten in ieder geval met z'n tweeën moeten ze zijn. Ja. Want het zijn groepsdieren, dus alleen plaatsen dan vereenzaamt hij. En ja, dat is voor het konijn totaal niet leuk. Nee, dan moet je in ieder geval een maatje hebben en 2 is al minimaal. Oké. Okay. Nou Herman, bij deze Met konijnen, want het is natuurlijk bekend voor konijnen, dat fokte zeg ik. Maar kan je ook 2 vrouwtjes bij elkaar doen dan? Of gaat dat, of 2 dat mannetjes, kan, dat kan ook? Moet ze wel gecastreerd zijn, want als je 2 mannetjes gewoon bij elkaar doet, dan gaan ze heel erg veel vechten. Ja, maar weer een vervelend onderwerp. Ja. Maar goed. Ja, oké. Goed zo. Ja? Dus hebben ze eenmaal een hok met z'n tweeën, of minimaal met z'n tweeën. Ja, dan met is het daar, want dat houden jullie goed in de gaten. Absoluut. Goed. Brengt ons bij Martin. Goedemorgen. Ja. Dierenarts Martin Arends. Hij schrijft dit seizoen dus regelmatig bij ons aan. En dan gaan we het over konijnen hebben, Martin. Hoe maken we konijnen gelukkig? Dat is onze taak. Hoe maken we konijnen gelukkig? Ja, want konijntjes worden natuurlijk heel vaak zomaar aangeschaft en inderdaad in een hok gezet. Dat is een ramp. En dat geldt voor honden, dat geldt voor katten, maar dat geldt zeker ook voor konijnen. Konijnen zijn niet voor straf op de wereld, dus wij hebben als baas de taak om die beesten gelukkig te maken. Nou, mijn collega die zei heel terecht, ze mogen niet in eenzame opsluiting ten onder gaan. Dus dat is 1. Meerdere dieren, het zijn echt groepsdieren, bij elkaar. Maar verder ook de huisvesting en de voeding, daar wil ik graag nog wat over zeggen. Ja, tuurlijk, graag. Dat zie je zo vaak, daar zitten ze helemaal alleen in zijn hokje. Het konijnenhok, dat zie je overal staan. Dat hok ziet er wel gezellig uit, maar het is voor het konijn helemaal niet gezellig. Nee. Nelson Mandela, het is zo zitten. Robbe-eiland. Dat is Robbe-eiland. Dat is het. Dat is verschrikkelijk. Je moet echt met een paard. Maar goed, wat zijn nou veel voorkomende klachten bij konijntjes? Kun je verpakken? Kun je er eentje tegen? Ja, we kunnen van alles met ze doen. Let maar op. Ja hoor. Ja. Oh, gaan hij? Nee. Oh, we gaan allemaal. Ik heb ook wel even eentje in mijn handen. Gezellig. Hoe meer zien, hoe meer vreugd. Als je denkt over een konijn, dan moet je een aantal dingen in ogenschouw houden. Dat zijn echt gezelschapsdieren. Dus ze moeten heel veel aandacht hebben. Ze moeten met meerdere bij elkaar zijn. Maar ze moeten ook, net als konijntjes in de duinen, zeg maar, ze moeten kunnen dartelen. Ze moeten een leuk huisje hebben. Ze moeten lekker kunnen spelen. Als je die voorwaarden niet kunt scheppen, dan wordt zo'n konijn heel ongelukkig. Dus een konijnenhok moet groot zijn. Ja. Maar moet ook interessant zijn voor zo'n konijntje. Dit is maatje. Dit is een heel leuk uitlooprennetje om een konijn even in te zetten. Maar een konijn heeft veel meer nodig. Een konijn heeft een holletje nodig. Dus als je dit er nou in zou zetten, kijk, dan kom je al een heel eind. Ja. Want dan heeft zo'n beestje een vluchtplek. Oh, ja. Hij kan er een beetje op klimmen. Hij kan een beetje rommelen. En dat is wat een konijntje wil. Pak er eens eentje. Wie? Durf je het een konijntje? Nee, maar ben ik bang dat ik het omkukel? Nee. Kom eens hier. Kijk, wat je doet bij een konijn is, je bent heel resoluut en je zorgt vooral dat hij niet kan wegspringen. Dus je hebt zijn voorpootjes vast. Oh, helemaal goed. Heb ik hem goed? Ja, je hebt hem vrij aardig. Je hebt hem lekker onder zijn kontje. Ik heb hem geweldig. Je hebt hem geweldig. Maar toch hou ik dan mijn handen zo, hè, als ik dit zie. Hallo. Nee, maar dit is eigenlijk heel erg goed. Wat een dotjes. Ja, dit zijn optretertjes. Ja, en wat zijn de klachten waar ze mee komen? Dat zou ik niet zeggen. Waar moet je... Als jij nou konijntjes ziet, wat hebben ze dan meestal? Nou, ik zie konijnen in de regel 2 keer per jaar. Want je moet konijnen eigenlijk 2 keer per jaar laten enten. Tegen myxomatose, wat we allemaal kennen, en VHD. Dan controleer ik ze helemaal. En dan zie ik heel vaak gewoon onderhoudsdingen die niet helemaal goed gaan. Deze tikt. Uh-huh. En dan is het... Dat is heel erg goed. Ze tikken 160 tot 250 keer per minuut. Zo had je mijn konijn. Is nerveus. Als een tier leert. Ga maar gauw zitten dan. Onderhoudsdingen gaan vaak fout. Dus nageltjes, de tanden kunnen, die blijven doorgroeien. Die kunnen te lang worden. Ja. Klitjes erin en dat soort dingen. En voeding. Ja. Voeding is heel belangrijk. Hè, dat de beesten juist voeding krijgen. En de kinderen leren zo zorg voor dieren. Absoluut. Hè? En knuffelen. Ja, en knuffelen. Ja. En lekker zacht. Dat geeft dat. Oké. Okay. Liefje, mag ik hem hierop zetten? Kan hij hier aan? Ik wil zeggen, hoe ver ik gekomen ben met die kersenpitten. Ja. Is misschien wel een goede... Ja. Is misschien wel een nieuwe... Vanuit de keuken. Ja, wereldkampioen kersenpitten schieten. Ja, heel goed. Ja. Heel goed, meneer Wijdwens. Nou, Martin, dank je wel. Het was een hele korte introductie. Dus niet in... Hun eentje in het hok. Niet in hun dat eentje. Dat is het belangrijkste. Heel gezond hooi erbij. Dat is dat hele groene, lekkere, frisse hooi. Water in een waterbakje, dat hij het makkelijk kan drinken, maar dat het niet vies wordt. En eventueel, meneer Wijdbeens, laat het heel netjes zien, een konijnentoilet. Want dan plast en poept hij. Een konijnentoilet. Dan plast en poept hij op één plek. Oh, dat voer was. Dat absorbeert de plas en dan kun je heel makkelijk verschonen. Zijn ze zindelijk? Ze zijn voor 90% zindelijk. Doe eens voor. Ga zitten. Netjes. Meneer Wijdbeens. Ja.
Oh, ik moet helaas. Oh, ja, oké. Okay. Gekookt worden. Het was heel erg leuk, hè? Renta, bedankt. Nee, we zien elkaar nog zo. Oh, hartstikke. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, Martin. Herman, tot ziens. En Herman. En nu komt het leukste werk. Ja, cool. Kom zelf in. Ik was hier voor de... Ik heb in ieder geval, als ze nou niet van die konijn afkomen... dan heb ik ook nog een leuk huisje ervoor. Ik heb er zelfs twee in. Ach, dat is zo jammer dat je dat zegt, Kasper. Dat is zo jammer dat je dat zegt. Ik kom net van de konijn af. Ik doe even handjes. Ja, precies. Even handjes wassen. Hop. Nou, ik moet. Ja. Dit is de suiker met de eieren. Ja? Er moet alleen nog bloem bij en 2 deciliter melk. Oh, hoeveel bloem? 3 eetlepels. Oh, oké, okay. Is goed dat je erbij bent. Ja, gaat toch? Zo omgekeerd, toch? Afgestreken of zo? Ja, gaat ie van. Hop, hop. Ja, eenvoudig. 1. Eenvoudig. 2. 2. En dan komt de derde. De derde. Hop, beetje melk erbij. Voor de zekerheid, even opschrijven thuis. 3 van die schepjes en een beetje melk. Nee, wat is er voor melk? Ja, joh. Wat is er voor melk? Biologische melk, volle melk. Volle melk. Ja hoor, is goed zo, dank u. Scheutje melk. En? Nou, dan gaan we eens even deze, het bakblik moeten we wel even beboteren. Vrij simpel. Zo, hop, 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 zo doen we dat. Kijk. Ik moet zeggen, patat is makkelijker. Ja, ach, dit is echt super simpel. Kersen erin. Als je over praat. Wat kersen erin? Oh, ja, deze had ik. Kom zo. Ja. Hola. Pitjes eruit. Pitjes eruit. Ik heb het net laten zien met die knipper. Knapper. Met de knipper. Zo, het beslag erover. Grappa. En dan gaat hij in de oven. Gaat hij in de oven. 45 minuten pas op de warm. 45 minuutjes. 175 graden. Hey. Tot ziens. Tot zometeen. Ja. En goed. Nou, zal ik het schotje even afhalen? Want we zijn alweer klaar. Ben ik alweer klaar? Ja hoor. Dat is toch geen werk, hè? Zo. Dat gaat inderdaad sneller als patat bakken, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Doen we er geen eieren in? Nee, die heb ik net schuim. Oh, die zit erin. Oh, daar hebben we niet over gehad. Oh, de eieren. Ja, okay. Eieren. Met jou. Ook niks aan te doen. Oké. Okay. Oké, okay, pan mee. Bedankt voor het zien. Graag gedaan. Tot zo. Dat is ook we gaan naar olifant. Olifant. Kan allemaal. Ja, in koffietijd lukt dat. We gaan doen, maken de sprong van konijntjes naar olifanten via kersenpitten. Ik weet het allemaal niet meer. Hoofdrolspelers uit de nieuwe musical Dr. Dolittle kozen de olifant als vervoermiddel om naar de boekpresentatie te gaan. Echt waar? Ja. Wie weten van jullie wie Dr. Dolittle is? Oh, dat weet ik. Jij weet dat? Dat is iemand die met dieren kan praten. Heel goed, dat is iemand die met dieren kan praten. Jullie kennen het verhaal al een beetje, maar Dr. Dolittle maakt heel veel avonturen mee. En daarvan is een boek gemaakt en een musical. Het boek gaan we vanmiddag presenteren. Eerlijk gezegd, ik vond het best eng. Ja, ik kon me ook nergens aan vasthouden. Dus het was even zoeken hoe ik er het beste op kon zitten. Gelukkig zat Alexander, dus daar kom ik me aan vasthouden. Ik vond het spannend om erop te gaan zitten, maar als je er één keer op zit, is het heerlijk. Maar naar Leeuwarden toe zou het toch wat aan de lange kant zijn. Dr. Dolittle! Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. En we hebben hier een aantal hele mooie boeken. En die willen we graag uitreiken. Mensen weten vaak wel wie Dr. Dolittle is. Je kan praten met dieren. Maar wat hij nou precies meemaakt, weten ze niet. En dat staat allemaal in het boek. Dr. Dolittle was een huisarts en ging toen de talen van de dieren leren. Mensen vond hij eigenlijk niks meer aan totdat Emma in zijn leven kwam. Emma is eigenlijk tegen de praktijken van de dokter, van Dr. Dolittle. Maar uiteindelijk door een vriend ook van de dokter zie ik toch wel in dat het niet zo'n hele vervelende man is. En dan... Dan kies ik toch voor zijn kant en dan gaan we samen op avontuur. Het is leuk om zelf te lezen, zo is het ook geschreven. Omdat er heel veel dieren in zitten, kun je het inderdaad als voorleesboek ook gebruiken en alle dieren geluiden na laten doen. En ik heb nog één kort woord te zeggen. Je bent het met me eens? Helemaal. Het is niet voorspeld, maar ik denk dat we regen krijgen. De konijnen zitten al binnen. Iedereen is er binnen gegaan. Zijn ze echt allemaal binnen? Ja, maar er binnen. Ja. Zeg even van, als u een konijntje wil. Ja. Als u een konijntje hebt en als u een konijntje wil, kunt u naar de site. Toch? www.koffietijd.nl. Ja, precies. Maar twee konijntjes, twee. Altijd twee. Ja. Altijd twee. Ja, goed. Twee persoons. Zeg ik nog even over Dolittle, dat wij via de site... Weer, daar heb je hem weer. Dat staat leuk met die olifant, hè? 5 speciaal voor koffietijd gesigneerde exemplaren weggeven. En hoor je nou straks niet tot die gelukkige winnaars. Op onze site kun je ook lezen hoe je dan wel aan het boek kunt komen. Kijk, hier staan Loretta de... Loretta staat erop. Nee, dat is Alexandra. Oh. En...
Oh, en nog helpen. Iemand. Nee, en help me nou. Edwin Rutte, natuurlijk. Oh, Edwin Rutte. Ja. Oh, ja. En gaat u ook een handtekening zetten? Dat zei ik met Jan Wijnbeens. Ik ken hem ook. Ik ken toevallig ook van René Vroger. Doe maar die. Wat u wil. Doe maar die. Ik was zo leuk. Ik zat op een boot en zei ook, er kwam zo'n jongetje, zal maar zeggen. Die kwam met een papiertje, zei, kan u even handtekenen? En zei zo die handtekening. En dan zei Wim ook van Gerard Joling. Ja, heb ik hier Gerard Joling, maar dan op de andere kant. Dus het jongetje keek zo van, heb ik hem hier en daar? Hoe plak ik dat in? Ja, maar mij gelukkig bovenop ingepakt. Oh, heel goed. Jan Wijkbeens. Ja, ga ik ook nog vertellen dat de musical over die dokter die met dieren kan praten. Volgens mij is dat het liedje van If I Could Talk to the Animals. La 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 la. Loretta, je bent door. Je bent door. Ja? Geweldig. Kan het? Natuurlijk. Nou, volgens mij zit dat nummer in die musical. En die gaat op 19 december in Zoetermeer in première. Ja. Nou, gaan we er weer heel even uit. Maar we zijn zo terug met Heidi in de metamorfose. Herman Jan Dulles, even tekenen. Nee, met de bladen door. Ja, heel goed. De dieren, ja, natuurlijk, de animals. En Edwin zit nog steeds in die bladen. Ik denk dat hij er nu wel doorheen is. Hij gelooft het zelf niet. Ja, hij gelooft het zelf niet, wat erin staat. Hij gelooft het zelf niet. Dat kan niet waar zijn. Lees het 3-4 keer, daar duurt het wel lang. Maar hij komt zo meteen. Nieuws, hot nieuws. Tot zo. Of straks. Het is koffie. Tot zo. Nou, welkom terug bij Koffietijd. Welkom terug, hoor. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de metamorfose van Heidi. Het regent net niet. Net al even wezen kijken. Het regent overigens niet, hoor. Want, meneer Wijdbeens... Nee, er staat niks op de radar. Maar dat zeg ik niet. Maar het gaat een klein beetje miserig. Het staat niet op de radar, dus het regent niet. Nee, het staat niet. Het regent wel... Nou ja, een spuitje, een beetje, een klein beetje. Thuis hebben jullie lekker droog. Wij zitten in ieder geval in de regen. Ik weet niet hoe lang nog. Maar we gaan dus zometeen die onthulling doen van de metamorfose. Ja. En intussen worden we ook nog bijgepraat over de gebeurtenissen in showbizland door Edwin Smulders. Tadaa! Goedemorgen! Nou, Edwin, vertel ons maar eens, meneer Wijdbeek, van mij, wat er allemaal in de bladen staat. Want je hebt uren zitten studeren, hebben we gezien. Ja. Nou, ik heb even gekeken wat de collega's gedaan hebben. Maar we hebben in story dan exclusief de foto's van Kiki Klassen. Ja. Kiki is vorige week getrouwd in het geheim in Arnhem. En ik wist dat er s'avonds een feestje was. Dus ik ben gaan bellen met de gemeente met een smoesje. Ik moet nog bloemen bezorgen. Wat is jullie adres en hoe laat is de trouwerij? Nou, ik ga even kijken voor u, meneer. Echt waar? Is het zo simpel? Ja, en zei ze, ik zie hier dat ze niet trouwt op het gemeentehuis... maar in de Witte Villa in het Sonsbeekpark om 3:30. Dat kan geen toeval zijn. Ja, en waren dat, erbij. Dat is wel een... Ik heb gezegd als Edwin belt. Zeg even dat. Zo zal het gaan. Maar het was zo dus. Ja, toen was ik erheen gegaan smiddags. En er was verder, het was een heel klein club. Ik denk dat ze met een mannetje of 30 bij het trouwen zelf waren. En die heb jij exclusief? Historie, ik zie. Maar je hebt wel mooie foto's gemaakt. Want het lijken wel geposeerde foto's. Ja, ze poseerde ook, maar ze vond het verder helemaal niet zo erg. Moeilijk over. En ik heb natuurlijk ook een cd'tje opgestuurd voor hunzelf. Omdat het natuurlijk toch leuk is om fijne, mooie foto's te hebben. Tuurlijk. En daarna ben ik even naar het feestje gegaan in een café in Arnhem. En ook daar waren de collega's gelukkig niet. Dat is toch altijd extra leuk als je het alleen hebt. Ja. Ja. Heel leuk. Ja, nou leuk. Maar zij waren wel met z'n tweeën. Jij was alleen, maar zij waren... Nou, ze waren met z'n tweeën, maar ook zijn 4 kinderen waren erbij. Oh. En die hadden ook toestemming gegeven voor het huwelijk. En die heb ik alle 4 in het trouwboekje getekend. Oh, het werk was al gedaan. Oké. Okay. Dus ik denk niet dat er nog nummer 5 gaat komen. Oké. Okay. Nou, dus het huwelijk van Kiki. En wat nog meer? Nou, we hebben Rafael natuurlijk en Sylvie. Ja. Die gaan vanuit Madrid gaan ze in Londen wonen. Natuurlijk niet de meest vreselijke stad op de wereld om te wonen. Nee, dus denken we dat het leuk wordt. Alleen wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp... Sylvie is natuurlijk op dit moment heel erg druk in Duitsland. En Wolfsburg, Bayern München en HSV wilden hem ook heel graag hebben. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij toch voor Londen gekozen, voor Tottenham Hotspur. Ja, maar ja, goed, Sylvie is druk in Duitsland, maar ze moesten ook vanuit Spanje doen. Nou, dus daar was het misschien wel makkelijk geweest om in Duitsland te gaan voetballen. Dan ben je toch iets vaker bij elkaar. Ja, hadden ze alle 2 geen lekkere verbinding. Nee. Toch? Nou, ik bedoel, alle 2 geeft het snel Het is reizen, inderdaad. Ja, het is lastig. Lastige beslissing. Nou, maar vervelend. Maar blij dat ik die problemen niet heb. Ja. Nee. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog Hans van Breukelen. Wat? Hans van Breukelen, zijn vrouw, is vorig jaar overleden. Karin. En op zijn sterfbed heeft Karin verteld... ik wil graag dat je weer gelukkig wordt. Niet dat jij de rest van je leven alleen blijft. Want je bent een man om mensen om je heen te hebben. En dan kreeg hij een brief van een mevrouw. Voor het condoleren. En dat was een medestudent van vroeger. Mm-hmm. En ook een vriendin van Karin. En daar heeft hij e-mailcontact mee gekregen, afgesproken. En de vonk is overgeslagen. Ze is mee naar Zuid-Afrika geweest, naar de WK voetbal. Ja. En Hans is weer helemaal gelukkig. Ah.
Schot in de roos, zeg maar. Ja, nou, hij heeft hem gestopt. Ja, dat zeg ik. Schotten, geweldig. Ja. Wat leuk. Dat is een beetje veel voetbalnieuws ook deze week. Nou ja. En allemaal positief. Heel leuk. Ja, heel positief. Ongelooflijk. En wat staat er vandaag nog verder voor jou op het programma? Ik heb vanmiddag een presentatie van een boek. Ik heb een feestje van Glamour. Ik heb het adres in mijn agenda staan. Ik heb een feestje van het blad Glamour, die bestaan vijf jaar. Oh, jij gaat daar gewoon fotograferen? Je ja. gaat het boek zelf niet presenteren? Nee. Ja, oh. Ja, ja, ja. En ik moet naar... Een heel dik. Ja, ja, telefoon. Extra dik, ja. En dan moet ik nog naar Louis Vuitton. Die opent vanavond een winkel in de Bijenkorf. En daarna heb ik nog een feestje in de Schouwburg. Dus voorlopig zijn we wel even bezig. Ja, dan ben je inderdaad nog wel. En steeds misschien wel weer diezelfde gezichten allemaal. Die, hoe doe je dat eigenlijk? Want jij bent, wat je nu over vertelt, ben je wel eens thuis? Ik heb vannacht nog thuis geslapen. Ja? Ja. Maar je bent overal bij. En het ligt hier allemaal niet bij elkaar. Je zegt, nee. Nou, ik zei, maar hoe ga je dan? Je bent on call, neem ik aan, de hele dag. Ja, mijn telefoon zit niet in mijn jas. Dat vind ik al een beetje geen fijn gevoel. Oh. Maar ben ik 6 jaar geleden vanuit Eindhoven naar Nichtevecht verhuisd. Dus om te dichten in de buurt van Amsterdam te zijn. Want het gebeurt toch allemaal eigenlijk in deze omgeving. Ja. Dus dat scheelt al heel veel. Ja. Maar je moet een beetje inventief zijn. We hebben een goede oppas. En gaan wij ons nog terugzien, denk je? Ja. Meneer Werkwinds en... We vragen je niet voor niks. Hè? Ja. Zien wij ons nog terug? Met het verhaal erbij. Als u dan het echte verhaal vertelt over jullie relatie, dan... Ja, natuurlijk. Maar exclusief. Sowieso. Okay. Dat doen we het liefst. Akkoord. Het is wel nog meer foto's. Leuk. We gaan de uitslag van de foto van de dag doen. Oh, ja. En daarvoor kijken we eerst naar de 4 geselecteerde foto's. Over leuke foto's gesproken. Meneer Wijkbeens, u mag vandaag de winnaar ervan kiezen. Ik overleg even met de fotograaf zelf ook. Het gaat niet zozeer om de foto natuurlijk, het gaat om de inhoud van de foto. Wie heeft er de ergste bad hair day? Ja, u mag wel overleggen, maar ik moet... De ergste bad hair day, ik zal maar zeggen zoiets. Want wie hebben we hier? Een foto van Jolande van Ouwerkerk uit Amersfoort. De zwager van Jolande bij de thuiskapper. Van Jolande? Ja. Nou, mag hopen dat de thuiskapper. Ik weet niet of ik het... Weet je bijscholing? Anne van Essen uit Oestgeest heeft de volgende opgestuurd. Aan het begin van Anne de trouwdag was het nog even hard werken voor een mooi kapsel. Ja, wel dat. En dan hebben we de van Fenneke van de Putten uit Boven Karspel. Zo jong en toch al een bad hair day. Waar is die? Hebben we het gezien? Ja, die is ook heel erg leuk. En Marije Keuning uit Eijhorst stuurt... Zoontje Levi vond zijn zusje Judy zonder haar een beetje zielig. Dus zie je hier de oplossing. Opgelost. Nou, meneer Wijkbeens, nu zeg ik... Ga even husselen, ik hussel. Welke is het geworden? Toch, kijk even. Foto 1, Jolanda van Ouwerkerk. Ja. Met deze foto van haar een man, een zwager. Deze bad hair day levert dan toch nog maar mooi eventjes een fiets op. Gefeliciteerd. Fiets, staat-ie. Daar is die mooie fiets. Wat een mooie fiets. Ja, daar staat hij weer nog in het zonnetje. Wij zitten al een beetje in de... Ja, wij zitten net buiten de... Ja. Onder de wolk. Goed zo. Het is wel overgetrokken, volgens mij. Morgen is Bonnie St. Clair te gast. Echt waar? Ja. En daarom morgen heb je me morgen niet gevraagd. Ja, nee, maar je kunt morgen altijd langskomen. Sorry, en we hebben het thema van de foto van de dag opgehangen aan een van haar grootste hits. Bonnie, ja? Kom je buiten spelen. Nou, dat is het, hè? Kom je bij kijken. Mail ons je foto, leukste foto van een buitenspeelmoment. En misschien win je daar dan wel morgen. De fiets mee. Je weet het niet. Goed. Edwin, had ik jou bedankt? Nee, graag gedaan. Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Oké. Goed zo. Bedankt, Edwin, voor alles. Graag gedaan, meneer Wijkbeens. Nou, graag gedaan. Neem mijn camera mee. Vergeet je kliklak niet, hè? Je kliklak. Ja, gaan we verder met het programma, want zaterdag 4 september is het zover. Hè? Ja. Ja, dan komt André van Duin... ken ik toevallig heel goed, met een nieuwe serie op de televisie. En daar kom ik wel af, want het leuke is dat ze mij gevraagd hebben... om op bezoek te gaan bij een aantal bekende Nederlanders. Daarom ben ik ook hier bij Loretta natuurlijk. Ja. Om te vragen wat haar favoriete moment is uit die shows van die André van Duin. Die is daar geloof ik al 45 jaar mee bezig. Dus er is natuurlijk heel veel te bekijken. Heel veel nog niet uitgezonden. Heel veel wel uitgezonden. En dus kan ik ook gelijk aan jou even vragen. Wat is nou, als je zegt van... heb je hem wel eens gezien, André van Duin? Ja, zeker. Als je nou van wat je dan gezien hebt... want je kan nooit alles gezien hebben. Die man heeft... Zoveel gemaakt. En allemaal zo leuk. Wat is jouw favoriete moment? Die je zegt van nou, als dat moment, hoop wel dat dat moment erin zit. Dan gaan we dat zo meteen Dat is niet zo moeilijk. Nee? Nee, vind ik niet zo moeilijk. Ik zeg, ik hoef alleen maar eventjes 1, 2, 3 te zeggen. 1, 2, 3, show. Was dat leuk? Ja. Dat was zo leuk. Met, hoe heet hij ook weer? Met Hans met Van Duschoten en die Hans Hotjes erin. Ach, dat is zo leuk. Gaan we daar even naar kijken. Okay. Maar we gaan eerst verder met koffietijd natuurlijk. Oh. Waar ben ik voor gevraagd? Nee, u bent gevraagd, dat wilde ik dat inderdaad wel van u weten. Waarom André voor zijn show
u gevraagd heeft? Ja, omdat ik hem nog... Ik ken hem vrij goed. Ik ken hem van binnen en van buiten, van onder en van boven. Dus ik heb heel goed contact met hem. En hij is met mijn vrouw ook heel goed. Hij gaat heel veel met mijn vrouw wijdbeens. Die gaan vaak samen winkelen, dus die hebben leuk contact. En daar is eigenlijk het contact door ontstaan. En toen, heb ik met mijn vrouw gepraat en die heeft er wat handelingen voor moeten verrichten. En toen heb ik dus die stabbel gekregen. En u bent daarvoor naar een heleboel bekende Nederlanders? Hele landen gegaan. Allemaal bekende Nederlanders. Waar ben ik niet geweest? Ik ben overal geweest, ik zou maar zeggen. Noem een paar namen. Een paar namen. Ik ben geweest bij Ron Brandstede natuurlijk. Kan niet missen. Ja, die ontloop je nooit natuurlijk. Ja. Ik ga niet huis, maar ben ik geweest. Frits Sissing ben ik geweest. Oh nee, daar gaan we nog naartoe. Linda de Mol ben ik geweest. Van het familiediner, hoe heet hij? Bert van Leeuwen. Bert van Leeuwen, zeg maar. Daar begint die serie mee? Ja, 4 september is dat aanstaande zaterdag. Ja? Ja, 4 september, dan ga ik bij Bert van Leeuwen. We zijn wel geweest natuurlijk. Het familiediner hebben we daar. En was dat die uitzending of die opname waar ik van gehoord heb dat er ook een tweeling bij betrokken was? Ja, dat is dus... daar had ik liever niet over gesproken, maar Bert kwam erachter omdat ik het zei. Dat ik nog een tweelingbroer heb, die ik ook 40 jaar niet gezien had. En daar is hij op bezoek geweest en die heeft hij ons geprobeerd bij elkaar te krijgen. En of dat gelukt is, kan ik helaas niet gaan vertellen. Want dan heeft er geen zin om zaterdag te gaan kijken. Nee, maar ik wil wel wat ervan zien. Nou, u ziet het zaterdag wel. Het is elke zaterdag. Ik bedoel, je kan het ook te veel zien. Je kan het ook te veel zien. Vanaf zaterdag, elke half 9. Dus dat is voldoende 12 weken lang. Maar ik stel voor dat we toch even naar een fragmentje kijken. Toch even naar een fragmentje. Nou, even snel dan. Ah, daar zie ik hem al zitten. Meneer Van Leeuwen. Ah, meneer Leijbeens. Is het voor een verdwijntruc? Ja. Mooi. Ik denk dat ik het ga doen. Wat ga je doen? Ik ga uw broer zoeken. En ik hoop zo dat het een hele mooie dag wordt. Nou, ik lul de lantaarnpaal in bloei. Die gaat maar door. Hoeveel schapen zijn er nou nodig om een trui te breien? Geen idee. Oh. Ik heb het ze nog nooit zien doen. Nou, is dat lachen of niet? Dat is lachen geblazen natuurlijk. Het is maar een klein stukje natuurlijk, daar zit nog veel meer in. Het is een uur lang. En dus dat is Van Duin op zijn best. Elke zaterdag vanaf 4 september bij de Tros. Geloof ik. Bij de Tros. Op Nederland 1. Nederland 1. Nou, oké. Okay. Zullen we eens kijken naar de metamorfose? Want er zit wel heel uit. Hoe is het geworden met Heidi? Hoe zou het gegaan zijn? Waar is Heidi? Laten we eerst eens even kijken hoe Heidi vanochtend weer binnenkwam. Hoe ze binnenkwam. Zo. Ja. Ja, dat kan niet meer. Heidi, kom maar tevoorschijn. Hier komt ze. Dat is heel anders. Dat is heel anders. Laten we nog eens kijken. Ja, dat is met recht een metamorfose. Dacht het wel. Ook een hele andere achtergrond. Ja, nou, wel, ik kom er even bij staan. Ik ook. Wil ik bij je weten. Ah, wat goed. Ja, mag ik nu al zeggen eigenlijk. Ik vind hem wel geslaagd. Ja. Super. Ja, wegpeer. Karin. Wegpeer. Vertel eens, wat heb je gedaan, meid? We hebben gekozen voor een tuniek die vrij smal op de schouders valt. En die iets scherend naar beneden is. Niet te wijd, want anders krijg je weer zo'n hele ballon-effect. En de nieuwe kleuren zitten erin van het seizoen. De warme oranje en de cognackleur. En met een zwarte booty, zo heten de enkelaarsjes. Ja, is het geheel gewoon helemaal afgesteld. Ik was al even bang toen je zei legging. Ik denk, ja, flinke benen en dan een legging. Maar zo is het natuurlijk. Ja, en zeker in een enkellaars kan het makkelijk. Ja. En stof, is dat nog belangrijk? Ja, het is een soepelvallende tactel, heet het. Een soepelvallende stof. Ik wou net zeggen. En het is een lekkere kwaliteit, hè? En die valt gewoon heel mooi soepel. En die print zo natuurlijk ook. Het is heel vrij decoratief. En dat ziet er gewoon heel chic en heel luxe uit. En de lingerie? De lingerie die had ze zelf heel erg mooi al. Ben ik heel erg trots op. Dus helemaal top. Goed zo. Okay. Ondersteunend. Edita, wat heb je gedaan met het haar? Je hebt de schaar erin gezet, hè? Ja, dat mocht niet te veel. Want ze wilde wel een beetje lengte behouden. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar dat ze binnenkwam, had ze hele korte lengtes van boven. En hele lange lengtes van onder. Wat ik heb gedaan is de onderkant iets korter knippen. Waardoor het eigenlijk al veel meer lijkt. Ze lijkt veel meer haar te hebben. Dus, en ze had een soort van middenscheiding met wat plukjes aan de voorkant. Ja. Een hele mooie lok ingeknipt. Ja. Ze had dat flatse kleur. Dus dat maakte het er ook heel flats. Het was wat natuurlijk zon gehad en een mooie zomer. Mm-hmm. Dus het was wat opgelicht. Dus dat heb ik wat donkerder gemaakt met een mooi koper accent erin. En wat lichte en donkere accenten om het nog wat meer diepte en volume te geven. En het staat prachtig. Ze is heel blij. Gelukkig. Ja. Het is heel mooi, mooi geworden. Maar de fiets kan je vergeten, dat begrijp je wel. Is het nou gelukt voor inderdaad? Is dit, ja.
150 euro? Het is 150 euro. Ah. 150 euro? Man. Nou, ja. Je bent er zelf tevreden mee? Ja, ik ben echt helemaal... En geïnspireerd helemaal nu om... Ja. Ja. Ja, ik vind mijn haar ook super. Ik mag niet huilen van de vieze zuster, dus ik zal niet huilen. Nee, dat mag je niet doen. Hoeft ook niet. Maar ik vind het super. Ja, echt heel, heel mooi. Nou, ja. Heidi, gefeliciteerd. Dank je wel. Prachtig. Dank jullie wel, dames. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Oké, dank je wel. Bedankt, hoor. Bedankt. Geweldig, ja. Hè? Goh, ja. Wat een verhaal. Wat een, hoe heet het? Metamorfose. Metamorfose, ja. Metamorfose. Nou, en heb je nou thuis probleem, modeprobleem? Wil je advies van een van de stylistes in de Koffietijd Metamorfose? Stuur een mail met je probleem met een foto en foto's naar Koffietijd. En wie weet, weet u de fiets? Nou, ik heb het al gezegd, morgen is Bonnie Sinclair bij ons te gast. Ze gaat ook voor ons zingen. Had ik graag bij geweest. Nou, dan komt u toch gewoon morgen weer. Wij zijn niet heel erg kinderachtig. Ja, ik denk dat Kasper het ook heel... Kijk even wat ik gemaakt heb. Dat is ongelooflijk. Nou, Kasper heeft ook wel wat aan gedaan. Die kersen. Kijk, dit is echt heel simpel. Kersen. Alles in een vormpje. 3 kwartier later komt zo uit de oven. Een bolletje kunst rest, maken. Fantastisch. Ongelooflijk. Kom je er even bij zitten ook? Verse kers. Hij is nog een beetje warm. Hè? Dus eigenlijk moet je een beetje lauw warm opeten. Dat is het allerlekkerste. Oh, heerlijk. Mag ik nog eventjes iets zeggen over morgen? Over dat duet? Ja. Dat het een heel speciaal duet is? Van wie? Bonnie. Met wie? Dan weet je het wel. Een duet? Als Bonnie nou een duet gaat zingen morgen. Oh, met Gerard Joling. Nee! Ja, daar heeft ze pas een duet mee gedaan. Ja, nee, maar een heel bekend duet. Toch niet met... Ja? Kom maar. Ben ik blij dat ik er morgen niet bij ben. Nou, ik zeg verder niks. Morgen maar gewoon kijken. En we hebben ook nog... Nou, ja. Morgen gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.